Zeg, dames, voor het DVS TV Weekjournaal, natuurlijk, natuurlijk, kampioenen! Allemaal gefeliciteerd namens alle supporters van DVS, namens DVS TV. Ik heb de eerste pakweg 10 minuten aan, kwartier gezien en het was werkelijk ongelooflijk. Salomonnetje, die eerste 2 doelpunten van jou niet te filmen. Ja, bedankt. Ja, hoe deed je dat? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Makkie, jullie hadden helemaal geen last van stress? Nee, dat ging mooi makkelijk. Ja, maar het Feyenoord wel, hè? Ja, die wel. Ja, maar waarom jullie niet? Nou, ik stond de bibber als een rietje, hoor. Ik weet niet. Ja, ja. Er was niks van te merken. Jullie speelden ze gewoon helemaal van de mat af. Ongelooflijk goed. Ja, ja, mee eens, ja. Mee eens, hè? Ja, en dan staat hier ook nog zo'n coach. Zeer tevreden, zeker? Ja, heel tevreden, ja. Ik zeg net in de kleedkamer, doen we altijd nabespreking. Ik zeg maar, ik denk dat deze wedstrijd, waar alle puzzelstukjes vielen in elkaar. En ja, daar was dit het resultaat. Ja, dat is echt werkelijk, ik was flabbergasted hoor. Het eerste kwartier, ik denk nou, dit is het Nederlands elftal gewoon, weet je wel, voor de EK. Hè? Gaan jullie daar naartoe of niet? Wie van jullie gaat naar het Nederlands elftal? Nee, ik ben op vakantie. Vakantie. Kennen jullie ook nog een kampioenslied of zo, of niet? Zet maar in! Helemaal niks in Emmeloord! Helemaal niks in Emmeloord! Helemaal niks in Emmeloord! Nogmaals van harte en nu op naar de... Ja, tweede klas. Tweede klas, hè? Ja, ja. En dan denk ik nog verder, want de talenten dienen zich aan, hè? Ja, ik vind van wel. Ik zeg net, ik denk dat we qua team, kunnen we gewoon voetballend mee. En ik denk dat we, ja, ik mag het niet heel hard opzeggen, maar ik doe het stiekem toch, dat we best wel een kans maken om bovenin mee te draaien. Zo is dat. En er komen er steeds meer bij, ook vanuit de jeugd, hè? Dus ja, talent is dat. Ja, zeker. Ja. Dus een mooie toekomst. Ja. Top. Hey. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Helemaal te gek. Ik heb echt van jullie genoten. Oké. En gaan ze door, hè. 10 dagen geleden was het zover. Het derde van DVS 33. Kampioen. En zingen dat die jongens kunnen. Dat is niet te geloven. Laat horen, boys. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, heel enthousiast klinkt dat. Ongelooflijk. Ja, het is al een beetje ingedaald, dit kampioenschap. Maar het is niet minder mooi natuurlijk. Het is fantastisch, Remco, dat je dit nog mag meemaken. Ja, dat is echt fantastisch. Lekker jaar gehad? Ja, een lekker jaartje. Nee, het is een fantastisch jaar geworden. Ja? Ja. Okay. Genoten van je medespelers. Jij ook? Ik heb ook zeker genoten van mijn medespelers. Een hele oude reus ben jij nog, hè? En verreweg de oudste is een beetje, ja. Dus, En ook wel misschien de wijst. Dat weet ik wel, ja. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Christian, jij ook. Ja, ik sprak je natuurlijk een paar maanden geleden. Ja, en toen wist ik wel zeker. Ik keek in je ogen. Ik dacht, nee, dit kan niet missen. Die worden kampioen. Ja, is gelukt, hè? Ja, mooi. En op wat voor manier, hè? Ja, geweldige manier natuurlijk. Dus blij mee. Genoten van dit jaar, genoten van elkaar en genoten van het voetbal. Ja, zeker weten. Vooral van Jos. Hè. Dat is mijn favoriete trainer. Dus, Ja, en die feliciteren we hier natuurlijk ook mee. En geef de felicitaties ook door aan je partner, monsieur Dul. Wat vond jij van dit jaar? Ik vond het een fantastisch jaar, Piet. Het was genieten en uiteindelijk gehaald wat we wilden behalen. Dus we kunnen allemaal heel tevreden zijn. Dat is ongelooflijk, hè? Volgend jaar welke klasse? De eerste natuurlijk. De eerste klas. DVS. DVS TV. Dit is het derde. En nogmaals, ze kunnen zingen. Ik weet het zeker. Kampioenen! Kampioenen! Ik ben de enige die kan zingen. Oké. Bedankt. Hey, succes. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Namens DVS TV en het publiek. Een heerlijk lang weekjournaal, want het is tijd van afscheid nemen. En dat is nemen we onder andere van Koos van Orde, jarenlang in de staf. Hoeveel jaar, Koos? Ik weet het eigenlijk niet precies. Volgens mij 7 of 8 jaar. Die jaren vliegen om natuurlijk, maar in totaliteit heb ik al heel wat jaren bij DVS rondgelopen. Bijna 50 jaar, zou ik maar zeggen. Maar bij het eerste team 7 jaar, denk ik.
En dat moet je toch wel bevallen zijn, want anders dan hou je het niet zo lang vol. Nee, de eerste jaren was dat toen als assistent scheidsrechter. Dus toen stond ik langs de lijn. En later heb ik de functie van Jan Posma overgenomen, dus het materiaalbeheer. Ja, en het is, ik vind het gewoon leuk om rondom mijn team facilitair goed bezig te zijn. In ieder geval dat alles voor elkaar is. Want dat, de jongens vinden het wel prettig als alles goed geregeld is. En jullie vormden wel een staf die echt heel goed met elkaar overweg kan. Want anders dan hou je dat nooit zo lang vol met elkaar. Nee, het was allemaal serieuze mensen die gewoon goed bezig zijn met hun taak die ze moeten uitvoeren. Ja, dat is natuurlijk, dan weet je van elkaar van dat ook alles goed geregeld is. En dat is het leuke. En aan de andere kant is het ook zo geweest dat we konden met de staf die we, waar we jaren mee gewerkt hebben, konden we wel altijd de boel binnenboord houden. In de zin van, dus dat ging de vuile was werd niet buiten gehangen. En er gaan natuurlijk binnen vereniging altijd wel wat geruchten te ronden, maar er werd door ons niet over gesproken. Precies, hartstikke mooi. En nou wordt het afscheid nemen. Je gaat ervan genieten, denk ik, met je campertje. Ja, dat is een van iets nieuws. Een camperbus. Nou, dan ga ik samen met Marijke ga ik daar natuurlijk de komende weekenden wel mee weg. Maar goed, de kleinkinderen. En ik ben niet de weg bij DVS. Het is nou gewoon even tijd om even iets anders te gaan doen. Eventjes het achterstallig onderhoud van het huis weer een beetje op orde te krijgen. Nou ja, dan zien we volgend jaar wel weer eens keer verder. En ik zal mijn wedstrijdje op de zaterdagochtend best wel een keer bij DVS blijven fluiten. Maar ik zal regelmatig weg zijn met de camper. Heel goed. Het zei je gegund. Hey, je hoogtepunt bij DVS? Hoogtepunt bij DVS? Nou ja, goed. Het kampioenschap toen uit bij Urk. Dat was legendarisch. De ontlading, het feest, alles eromheen, de groep. Dat is altijd het hoogtepunt. Dus dat blijft me mijn hele leven bij, denk ik. Nauwelijks dieptepunten, hè? Ja, nee, nauwelijks dieptepunten. Heel weinig. Wat is nou een dieptepunt? Bij DVS kan ik me dat eigenlijk niet zo voor de geest halen. Heel goed. Namens alle supporters, namens DVS TV-publiek, willen we jou heel hartelijk danken voor datgene wat je hebt gedaan voor DVS in de staf. Ja, dankjewel Piet. Het was me genoegen en ik ben nog niet weg en ik blijf DVS trouw. Klasse. Naast mij John Kamphuis. 4 jaar lang heeft hij het een en ander betekend voor DVS. Hij heeft 1 jaar in de hoofdmacht gespeeld. Heb ik nog van hem kunnen genieten. En 3 jaar als assistenttrainer. En hoe is dat bevallen, John? Uitstekend. En waarom? Nou, in mijn eerste jaar viel ik met mijn neus in de boter. Speelden we hoofdklasse en toen werden we kampioen. Nou, dat is natuurlijk altijd fantastisch om mee te maken. En het tweede jaar gingen we de topklasse in. Nou, dat was echt een fantastisch jaar. Dat was echt op hoog niveau voetbal. Op amateur niveau. En dat is, dat was echt een prachtig jaar om mee te maken. Nou, dit jaar derde divisie. Dat was qua niveau wel ietsjes minder dan topklasse, maar zeker mooi om mee te maken. En daarbij hebben we denk ik in die 3 jaar lang altijd behoorlijk voetbal gespeeld. Dus ik heb ook altijd genoten van de manier waarop we aan het spelen zijn geweest. Je hebt de nodige trainers boven je gehad. Je hebt gewerkt met Henny in het Hof. Niet met Henny in het Hof, met Jan Veldhuizen, met Roeland en met Willem. Ja, klopt. Dus drie trainers in 3 jaar, ja. Dan moet je toch wel wat opgestoken hebben. Ja, uiteraard. Van iedereen pik je weer wat op. En dat hoop ik straks mijn voordeel mee te gaan doen. Hartstikke goed. Heb jij nog wat te melden aan de supporters en het DVS TV-publiek? Nou, ten eerste ben ik blij dat de supporters hebben altijd ons altijd heel goed gesteund. Dus altijd in de uitwedstrijden waren er ook altijd veel mensen mee. En dan zie je heel veel altijd dezelfde gezichten met echte die-hard supporters. Die alle hoeken van het land DVS volgden. Nou, en jullie waren er natuurlijk heel vaak bij. En als ik dan zie wat jullie ervoor allemaal voor doen. En ook met die live uitzendingen voor de club allemaal maken. Dat is allemaal prachtig. Dus ik denk dat de club wat dat betreft alles goed voor elkaar heeft. En ik denk ook nog de komende jaren stappen gaat zetten. En nog wel hoger op zal gaan spelen. En aan jou de eer om volgend jaar datzelfde bij NSC voor elkaar te krijgen. Ja,
dat is wel een andere, totaal andere club. Maar we gaan er wel het maximale van proberen te maken. En daar wensen we je heel veel succes mee namens alle supporters van DVS. Succes, John. Dankjewel. Belangrijk onderdeel van de staf, naast mij, Floor Groteboer. Oud-leerling van me, ja, een van de beste ooit, maar ook een leuke voetballer. Ik mocht ook ooit jeugdleider van hem zijn. En wat hij de afgelopen 11 jaar gepresteerd heeft voor de staf en voor DVS 33, grens aan het ongelofelijke, Floor. Heb je daar nog wat op te zeggen? Nou, weinig, hè? Weinig, hè? Je bent een man van weinig woorden. Maar je hebt genoten de afgelopen 11 jaar? Absoluut genoten. Ik vooral natuurlijk kampioenschap in hoofdklasse. Maar vorig jaar zeker die topklasse was een geweldig mooi jaar. Dat is prima. En natuurlijk de samenwerking met de staf, hè? Dat is dus ook altijd prima verlopen. Ook weinig verloop in geweest eigenlijk. Ik werd 8 jaar met Koos gedaan. Ikzelf dan 8 jaar. Ik ben begonnen met in de tijd met Gerwan Bos. En die eerste trainer was Jurgen Tjefsiek. Heb ik 3 jaar gehad. Nou, toen Henny 5 jaar. Jan Veldhuizen 2 jaar. En Roeland dan. Nou, prima jaren gehad. En dan eindigen met Willem Leushuis. Dat is toch wel heel iets aparts. Of... Dat is heel iets apart, ja. Dat is heel iets apart. Hey, heb je afgelopen zondag nog een beetje last van stress gehad? Nou, een beetje. Een beetje wezen joken. Weet je, ja, het was niet zo prettig een middag eigenlijk. En denk je dat het zondag aanstaande een beetje goed komt? Nou, denk ik wel, hè. Ja, dat zal toch licht. Thuiswedstrijd, dus dat komt wel goed. Moet haast wel, hè, oude Feyenoorder. Goed. Hey, ja, wat ga je nou doen volgend jaar? Uitwedstrijden gewoon gezellig, hupsie, met de auto. Hè? Met de auto, hè, supporter. Ja. Precies, dan kunnen we er nog eens even lekker over lullen. Ja, precies. Okay. En dan kan ik alles zeggen over de trainers en zo, hè. Floor, namens alle DVS-supporters, DVS-TV-publiek, willen we je vreselijk hartelijk bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor DVS. Het was formidabel, Floor. Bedankt. Oké. Okay.